Ten eerste, welkom iedereen op deze toch wel hele mooie dag. Het was even spannend. Dus we hebben de buienradar goed in de gaten gehouden. En de weergoden zijn ons goed gezind, gelukkig. Dus ik heb wel even een briefje erbij, want dit doen we niet zoveel. Dus al rillend staan we hier. Maar ik sta hier niet namens mezelf, namens het hele team. Dit beter? Dat is het, hè, wat ik zei. Johan natuurlijk, Natasja, Marielle, ik en Karin en Andrea. Dus ik sta hier niet namens mezelf dit. Oh ja, mijn fiche is ook wel leuk, want een patiënt zei dat laatst nog tegen mij. Van, ja, die grap heb ik zelf vaak gemaakt. Die vertelde tegen haar vader van, nou, wie komt er in het pand van de plus te zitten? Ja, mijn fysio. Ja, oké, okay, mijn fysio. Maar wie is jouw fysio dan? Ja, mijn fysio. Ja, zelf vond ik dat echt leuk. Dus wij hebben in die tijd ingezet op, ten eerste hebben we gezegd van, nou, we willen wel op kwaliteit, hè, qua therapeuten. Dus we hebben zelf ook studies gedaan en afgestudeerd in onze specialisaties. Daarnaast ook HKZ en plus geworden. Dus dat is een beetje op administratief gebied, et cetera. En ook beleidsvorming wat op een hoger niveau. Nou, dat is misschien gelijk een mooie brugje van de plus naar de oude plusmarkt. Helaas hebben wij geen supermarkt voor de wijk, maar wij denken wel dat we op het gebied van zorg ons steentje bij kunnen dragen in deze wijk. En we proberen ook meerdere partijen bij in te krijgen. Even kijken. Nou, voor de rest. 2017 zijn de gesprekken gekomen eigenlijk met Alfrink, familie Alfrink en ons. En is dit prachtig gebouw eigenlijk tot stand gekomen met veel tekeningen, architecten en heen en weer appverkeer tot dit prachtige resultaat. Nou, dan wil ik nog een klein stukje vertellen, want wij ook en andere collega's van een andere praktijk ook wel voor staan eigenlijk. En dat is een stukje van een voormalig huisarts, Machtel Huber. En die vroeg aan 2000 mensen, wat verstaan we onder gezondheid? Nou, wat blijkt, het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid, ze vinden vooral ook betekenvol leven belangrijk. En dat kun je bijvoorbeeld voldoende redden, voel je gelukkig of misschien eenzaam, is er voldoende zorg in de buurt en steun in je omgeving. Het gaat erom dat je gezond en energiek voelt en op een manier wat bij jou past. En die positieve gezondheid, het is heel belangrijk en ik denk ook wel eens goed om even te noemen hier en misschien eens even in te verdiepen. Ik denk dat deze praktijk op zo'n centraal punt in deze wijk ook hieraan sommige antwoorden, in ieder geval, of sommige vragen een antwoord geven. En met name op het gebied van zorg. Voordat we de praktijk officieel openen, kijk straks even lekker rond. Pas wel op elkaar, dus ga niet struikelen. We willen geen blessures natuurlijk. Nou ja, mocht je wat vragen hebben, stel het ons en kijk lekker rond. En wij zijn hartstikke trots en hartstikke blij en vereerd dat jullie er allemaal zijn. Ja? Geef ik het woord aan de burgemeester. Dankjewel, Jos. Yes. Dankjewel, Jos. Ik wou het papiertje ook bijna even vasthouden van jou, want misschien zitten er wel wat overeenkomsten in het verhaal wat ik wil vertellen. Maar allereerst wil ik iedereen van harte welkom ook heten, hier namens ja, het team van Mijn Fysio. Jullie zijn heel mooi herkenbaar in het blauwe tenue. En ja, jullie staan volgens mij midden in die samenleving, want als ik zo om mij heen kijk, dan zie ik wel heel veel bekende mensen uit heel Hardenberg en omgeving die de moeite hebben genomen om hier naartoe te komen. En dat is denk ik heel mooi, omdat we dan straks ook samen door die deuren lopen, zeg maar, om jullie echt te supporten en heel veel succes te wensen bij jullie prachtige nieuwe praktijk. Toen ik de vraag kreeg om de opening te doen, toen heb ik direct heel enthousiast ja gezegd. En nou, dat doe ik natuurlijk altijd wel, maar toch in dit geval net iets enthousiaster, omdat ik het ontzettend belangrijk vind, ook als burgemeester, maar ook als gemeentebestuur van Hardenberg, wat voor initiatief jullie hier genomen hebben. Samen met de eigenaar van het pand, werd net al genoemd, Alfrink, maar vooral dat jullie met jullie fysiotherapeut bedrijf, zeg maar, jullie gezondheidsbedrijf, om het zo maar te noemen, besloten hebben om de hoofdvestiging van jullie hier in Baalden neer te zetten. En dat is ontzettend belangrijk. Een belangrijke wijk voor Hardenberg. Heel veel inwoners in deze wijk. Met heel veel inwoners in deze wijk gaat het goed. Maar met een deel daarvan, nou, jij noemde net ook al een bepaald thema, daar zijn best ook wel zorgen over. En daar hebben wij ook wel een beetje zorg over. En die delen wij ook met de wijkvereniging. Dat is ook de reden geweest dat ik heb gevochten, zeg maar, om ook wijkwethouder te worden van Baalden bij de vorming van het nieuwe college. Nou, dat is ook gelukt.
En dan moeten we dat ook weer een stapje verder brengen. We zijn ook in overleg met de wijkvereniging om te zeggen van, goh, wat gaat nou goed hier? En er gaan gelukkig heel veel dingen goed. En wat voor dingen hebben nou aandacht nodig? En wat aandacht nodig heeft, zijn vooral de mensen. De mensen in de wijk. Nou, en daar zijn heel veel activiteiten, worden daar wel voor georganiseerd. Maar er was ook wel een beetje een lege plek hier ontstaan. En daar maakten zich heel veel mensen in de wijk ook heel erg veel zorgen over. Er is zelfs een groep geweest die heeft nagedacht over de nieuwe invulling in die wijk. En natuurlijk wil iedereen graag die supermarkten weer terug hebben. Maar goed, dan ben je wel heel erg afhankelijk van de markt. Nou, er is wel weer, wel een beetje Hallebergs weer, dus er is natuurlijk wel weer een pragmatische oplossing voor gevonden. Want er komt er gewoon een rijdende winkel in de wijk. Zo regelt men dat hier dan ook wel weer. Maar het is wel heel mooi dat deze lege plek zo'n fantastische invulling heeft gekregen. En we gaan dat straks met elkaar bekijken wat het nou echt is geworden. Nou, daarom, wat mij betreft, gaan we het lint doorknippen. Dat is overigens al, heb ik dat al heel lang niet gedaan in de gemeente Hallebergs. Dus het wordt ook wel weer eens tijd dat we het linten gaan doorknippen. Dat we weer dingen gaan openen en dat er weer dynamiek is. En nou, dat is mooi dat het op een vrijdagmiddag als deze kan gebeuren. Ik wil jullie heel veel succes wensen met elkaar, met jullie team. En dat gaat ongetwijfeld lukken. Ik hoop dat jullie heel veel mensen weer gelukkig en gezond kunnen maken, Jos. En laten wij vooral kijken hoe mooi het is geworden, want jullie kennende is het vast fantastisch geworden. Van harte gefeliciteerd alvast en heel veel succes. Dankjewel. Ja, wij mogen er ook bij. Ja, getuigen, hè? Ja, nou. Ja, gaan we dit maar doorlezen? Deze is een strik, het is mooi. Je bent een strik, hè? 3, 2, 1. Go. Gefeliciteerd. Heel veel succes. Ja, bedankt, hè. Ja. Dankjewel. Ja, welkom. Wees voorzichtig dus, maar neem een kijkje. Waar zit die voorzichtigheid in? Ja, ja. Alles is nieuw. Alles is nieuw. Nee. Ja. Mooi. Ja. Mooi, hè? Wat licht. Ja, ook contact. Die hoofd zo niet maar op de zak. Nee, helemaal leeg. Ik heb wel natuurlijk. Hoi. Wat ben je? Goed zo, heel Thank you.